Nee, dat materiaal is er wel. Ja, dat materiaal blijft er ook. Ja. He, dus in de volgende fase, dan zal dat zeker gekoppeld worden aan het criminele circuit. Ja. Ja. Op dit moment wordt het door de Oekraïners vooral gebruikt voor inlichting om te weten wie zit waar. Maar kun jij bevestigen dat er vanuit die intelligence, dat ze ontzettend veel gesprekken van die Russen eigenlijk al vast hebben gelegd nu? Ja. Gewoon van de militairen dus. Ja. En er wordt ook heel veel op onveilige lijnen gecommuniceerd. Dus gewoon met mobieltjes of met radio's van een Chinese fabrikant. Ja. Dus dat wordt allemaal onderschept. En jullie zoeken naar oorlogsmisdaden van de Russen, maar ook van de Oekraïners? Nou, we weten niet aan de voorkant wie het geweest zijn. Dus wij zijn natuurlijk niet blind voor anderen. Dus wij brengen het in kaart, we verzamelen het bewijs, we brengen het aan het ICC. Het is een ICC om te kijken wie de potentiële daders zijn. Het kunnen dus ook wel Oekraïners zijn, inderdaad. Ja. 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 En dan